Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen voor Moederdag. Natuurlijk weet ik ook echt nog totaal niet wat. Ik bedoel, ik heb hier ook echt geen schilderdoek of zo. Nee hoor. Deze zondag is het Moederdag. En ik dacht, waar kan ik mijn moeder mee verrassen? Ze wilde al een schilderij voor deze lege plek op de muur. Toen ben ik met haar naar de Action toe gegaan. Nee, dat kan niet. Ik heb natuurlijk ook niet verteld wat ik ga maken. Sterker nog, ik weet zelf nog niet wat ik ga maken. En daarom ga ik jullie meenemen in het proces hoe ik dit schilderij ga maken. Hi, even tussendoor. Wat je hier achter me ziet, mag je eigenlijk niet zien. Maar om het wel goed te kunnen zien later in de video, moet je even je resolutie hier onderin ergens op 1080 zetten. Zodat je beeldkwaliteit nice is. In plaats van dat je alles met je in blokjes ziet. Als ik nu zo nadenk, gaat het proces ongeveer zo zijn dat ik eerst ga brainstormen, moodboard-achtige dingen doen, wordweb maken van dingen die ik wil schilderen, even inspiratie bekijken van andere kunstenaars, kunstenaren, kunstenaressen, dan schetsen maken en of course dan gaan schilderen. Ik heb denk ik daar wel het meest zin in. Ik bedoel, like natuurlijk als je zin hebt in deze video. Laat een comment achter als je wat denkt. Vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort dingen. Wat ik nu ga doen is eigenlijk eerst eventjes het doek voorbereiden. Dus eventjes een laag gesso over het doek. Dan ga ik nu lekker beginnen. Joe. Ik heb nog nooit thuis zo'n groot doek gehad. Hier is het kleed. En oh, het blauwe hierin is echt heel mooi. Ook heel veel beige. Oranje erdoorheen, ja. Het is al een mooi kleurpalet. Kleurpalet, check. Ik heb ook thumbnail tekeningetjes gemaakt met ideeën van kleurcomposities. Hier begon ik mee, dat ziet er echt wel leuk uit. Toen maakte ik deze nog echt lelijk. En toen maakte ik deze nog, oh, dat is nog lelijker. Hieronder heb ik ook nog ideeën geschreven van wat ik wil afbeelden in het schilderij. Ik weet dat mijn moeder heel erg van orchideeën houdt. Volgens mij staat het doekje best secure. Ik heb het tegenaan gezet. Als ik de verf op deze placemat doe, dan is het enige wat ik hoef te doen om nat maken. En dan kan ik als goed is alle verf er gewoon afvegen. En ik heb grote kwast nodig en veel verf voor dit. Dus ik denk gewoon dat ik dat ga doen. Een glaasje water. Ik heb twee potten met kwasten. Deze kwasten zijn klein, dus die ga ik zeker niet nu al beginnen. Dit is de grootste die ik heb. Het is niet heel groot. Ik denk dat ik wel even... Ja, ik heb niks groters. Ja, we moeten het er maar mee doen. Oeh, spatel. Dit ga ik doen op gevoel. Ik zet lekker muziekje aan en dan ga ik het gewoon doen. Om eerlijk te zijn maakte ik me best wel een beetje een soort van stresszorg of zo. Van oké, het is een groot doek, dus het moet echt perfect worden. Maar ik laat het gewoon gaan en ik doe gewoon wat leuks. En het is maar dit. Kunst. In de verf laat vallen. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is dat ik in het begin zo van die best wel gekleurde strepen heb. Nu een soort van half opgedroogd is. Met best wel veel water ga ik door en wat licht. Dan krijg je eigenlijk gewoon dat het soort van transparant is en tegelijkertijd al het wit weg. En wat ik ook mooi vind, is om dan eigenlijk te veel water te pakken. En dan even zo. En dan druipt het zo naar beneden. Oh, net als testje. Dat moet je altijd even doen als je aan het schilderen bent. Afstand nemen, ogen dicht. Even doen alsof je helemaal nog nooit iets van je schilderij gezien hebt. En dan kijken en denk je, of je denkt, ik betrap me er dus net op dat ik eigenlijk best wel een beetje zo ben van, oh nee, straks, het is echt niet goed om, ik weet niet, het is niet nodig, want het is maar verf. Ik ga wel even lekker dit doek naar beneden meenemen. Ik denk ongeveer te weten wat mijn moeder in ieder geval niet mooi vindt, denk ik. Dat hoop ik. Oké, dat is het dus. Ik wil het gewoon goed doen. Oké, rustig. Ik heb net maar gewoon even een foto van de woonkamer gemaakt om even de vibe mee te kunnen nemen naar mijn kamer. De kleur was zo mooi voor in mijn kamer. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Ik kan een nieuwe schilderij beginnen, een nieuw doek. En dan echt met blauw en goudgeel aan de slag gaan voor beneden en deze dan voor mijn kamer. Red ik dat? Ik,
schilderen. Heb ik heel lang niet meer gedaan. Ik was mijn spullen aan het opruimen op mijn bureau. En er was een kwast, die lag daar. En ik pakte hem op en dacht... ik mis dit zo erg. Heel mooi in het zonlicht. Ik ga opnieuw beginnen. Ik ben echt heel blij met hoe leuk dit eruit ziet. Maar het is niet voor de woonkamer. En het sucks echt. Ik ben toch maar even naar buiten gegaan. Het is nu echt iets van 8 uur geweest. Oeh, straks komt de golden hour. Oh my god, dat is echt schilderijachtig. Goedemorgen zonder zorgen. Ja, de volgende stap is om met houtskool ga ik een schets maken van wat ik op mijn telefoon heb geëdit in een programmaatje PixArt. Want ik wil deze keer even gewoon goed al een idee hebben van wat ik wil maken. Het enige stukje houtskool dat ik heb is dit mini stukje. Ga het ermee doen! Volgens mij ben ik klaar met de hele globale schets, wat ik weet waar alles hoort. En dit heb ik over. Het ging net. Dit is veel te vies. Ik ga het snel wegdoen. Zoals je ziet is het eigenlijk best wel licht. Maar ik ga nu beginnen met de donkerdere stukken. Het is precies dezelfde kleur als mijn trui. De bovenkant en de zijkant van het schilderij mee te schilderen. Wel leuk binnenkomen zo. Ik ben al steeds niet naar buiten toe geweest. Ik ben naar buiten toe. Maar ik ben tevreden met wat ik tot nu toe heb. Orchideeën. Vlinder. Die je nog niet ziet. Dus, hoe staat dit? Ja, volgens mij is het wel leuk. Nou, een beetje iets anders, maar... Goedemorgen, dit is dan dag 2 dat ik aan het schilderij ga werken. Eigenlijk dag 3 dat ik aan deze video werk, maar ja, dag 1 was een beetje anders afgelopen dan ik had gedacht. Ik heb Posca markers besteld. Die zijn echt super duur. Echt, ik dacht gewoon, ga ik dit kopen? Maar ik dacht van, ah joh. En dan ga ik op een gegeven moment gewoon stoppen met acrylverf. En daarna heb ik nog krijtjes. Potloden, dat lijkt me wel leuk om gewoon zo krassen te maken en zo gewoon een beetje structuur erin brengen. Ik heb ook deze brushpennen en daarmee kan ik vast ook wel leuke lijnen zetten. Een beetje extra kleur erin geven. Als laatst ga ik gouden details aanbrengen. Ik heb dit kleine potje. Ik heb wel deze verpakkingen bewaard van paaseieren. Als je hier dan gewoon lijm op doet en daar folie op plakt. Het moet, ik denk dat het gewoon kan werken toch? Dat is zoveel beter. Oké. Van 6 kips per uur kun je met premium namelijk onder. Ik keek op mijn telefoon en ik dacht, hoe kan het alweer 3 uur zijn? Maar het komt wel bij elkaar. Ik heb deze orchideeën gewoon echt een stuk groter contrast gemaakt. En ik ben nu bezig met deze vlinder. En ik vond het zo van... ik vond het gewoon irritant. En dan heb ik er gewoon even roze met een beetje geel eroverheen gedaan. En... ja, dat is beter. En deze vlinder heeft ook meer... ja, daar wordt ook meer vlinder. Het gaat goed hier. Oké. Ik kom net tot een shocking ontdekking.
dit is een platte kwast en dan kun je op één manier kan je zo een bepaald zo'n vormpje maken. En ik kon het dus niet met mijn rechterhand aan de linkerkant doen. Maar toen deed ik dat met mijn linkerhand. Ik kon gewoon met mijn linkerhand schilderen. Waarom kom ik er nu pas achter? Wat? Kijk! Gisteren was ik de hele dag aan het schilderen. Vandaag ben ik een halve dag aan het schilderen. Dat betekent gewoon dat ik 3 dagen achter elkaar nu gewoon sta. Ik sta gewoon de hele dag. Staan, staan, staan. Ja, soms zit ik zo op mijn knieën. Want ik heb mijn stoel daar neergezet. Omdat het anders niet makkelijk is. Maar ik sta de hele dag. Ja, ik heb rugpijn. Ik heb rugpijn. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. We got some golden paint. Wat ik nu aan het doen ben, is dat ik een foto aan het maken ben. Ik kijk er even naar en dan denk ik van, oeh, dat is een beetje raar. Dus dan ga ik dat nu even in een streek zo oplossen. En dan maak ik weer een foto om te kijken of het beter is. En dan is het beter. En dan ga ik er even kijken wat er beter kan. Die hoek en die hoek zijn echt nog niet naar mijn zin. Ja, oh ja. Dat is gaaf. Dit is waar we nu beland zijn. De vlinder is een vlinder geworden. En hier heb ik ook nog wat lijnen gedaan, strepen gedaan. En hier ook nog wat oranjes. Maar het is nog steeds niet af. Want nu is het tijd voor de random krassen. Kijk eens. Brushpennen. En potloden. Wauw. Dat is gelijk al een... Kijkjes ding zorgt er zo erg voor dat het gaat poppen. Ik bedoel, kijk, je ziet het waarschijnlijk niet goed, maar oh my god. Mm. Ik heb in het hele stuk heb ik geen zwart gebruikt, nul zwart. Alleen maar andere kleuren mengen waardoor het net wat donkerder wordt, maar absoluut geen zwart. En ik zette net 2 streepjes en ik dacht, oh my god, dit is zo goed. Dus ik ga nu eventjes heel veel zwart, nee, niet heel veel, maar ik ga gewoon wat zwart gebruiken. Het is hier een beetje donker, maar ja, ik vind hem cool. Ik kan me niet voorstellen dat mijn moeder hem leuk vindt, maar ja, het kan natuurlijk gebeuren. Anders gaat hij dan altijd gewoon naar mijn kamer. Hey! Nou mensen, dit is het dan. Ik zou echt heel graag weten. Heb je je close-up? Huh? Kijken? Nee! Ga weg! Maar ik wil zo doen. Nee. Nu is aan mij om deze troep op te ruimen. Zin in. En vooral deze verf hier. Tegelijkertijd heb ik ook op mijn telefoon gefilmd. Dus ik denk dat ik een TikTok ga maken over de betekenis van al deze dingen in het schilderij. Want dat is er. Dan is dit schilderij geworden. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. Dan ga ik nu nog even snel een thumbnail maken. Laat me weten als ik vaker schildervideo's moet maken. En dan zie ik je de volgende keer. Bye bye. Doe zelf ook een keer iets leuks. Lekker kliederen. Hoeft niet mooi te worden. En als het mislukt, doesn't matter.